Even geef even neer, hoeveel wordt er mee gefraudeerd? Zijn er cijfers van? Ja, daar zijn cijfers van. Er wordt gefraudeerd met herkenbare wijn. Laten we zeggen, kleine wijnen, zo tussen de 10 en de 30 euro. 5% daarvan is vals. Dat toch is vast veel. Geld. Ja, best wel veel. En waar moet ik denken aan vals? Dat ze een wijn van 2 euro in een fles van 30 gooien? Waar hebben we het over? Ja, in die koers, dat zou een beetje opvallen. Maar als je dat prijsverschil wat kleiner houdt, dan is de kans dat je gepakt wordt vrij klein. Dus ik zou maar zeggen, een Brunello di Montalcino. En daar giet je dan Chianti in. Het is allebei Italiaans. Maar het scheelt 10 of 3 per fles. Mm-hmm. En dat maal 1 miljoen, dat begint lekker op te tikken. En dat is wat veel gebeurd is. Maar mijn boek gaat dan over grote wijnvervalser die echt... Dat is een artiest, die echt zoals een valse munter of zo, Van Meegeren of zo, die etiketten namaakt en de inhoud van de flessen heel zorgvuldig namaakt. Je hebt er ook wel respect voor, hè? Ja, hij vindt zichzelf ook, zegt hij ook in het boek later. Maar eigenlijk begrijpt hij dat mensen mij een misdaad gaan vinden. Ik ben eigenlijk een artiest. Ja. Ik maak een fantastisch product. Ja, zoals Van Meegeren ook een groot schilder was. Alleen ja, weliswaar van andermans schilderijen. Ja, dat ja. En deze man, hij heeft dus de figuur in mijn boek... heeft een heel makkelijk speelveld, omdat hij flessen vervalst van 100 of 200 jaar oud. En niemand weet hoe die flessen smaken natuurlijk. Dus je kan wel zo'n fles opentrekken en aan ruiken en snuffelen. Maar ja, hoe hoort die te smaken? Je hebt ook